Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag en we gaan vandaag de Too Good To Go video filmen. Ik zit nou even intro. Weet je, aan een beetje shit. Ik ben een beetje brak. Maar we gaan vandaag de hele dag Too Good To Go box ophalen. Als ontbijt, lunch, snack. Nou, echt allemaal shit zo besteld. We moeten daar over 3 kwartier zijn ongeveer. Ik ben echt fucking brak. En ze is heel mijn huisgenoot. Die gaat meedoen, maar die slaapt nog. En ik wil daar niet maken. En ik zie er echt uit als een... Ja, hoe zie ik eruit? I don't even know. I'm gonna get ready. Ik heb een beetje wimpers opgedaan. Helemaal top. We hebben echt heel veel besteld. Ik ga het jullie laten zien. We gaan nu een ontbijt ophalen bij een hotel. Hotel ontbijtje. Ik zal het hier in beeld zetten. Max Brown Hotel. Kut. Oh my god. Ik heb meerdere dingen voor gisteren besteld. En niet opgehaald. Zo dol. Ik was gisteren dronken en toen heb ik dit georderd. Maar toen heb ik dus nu een paar dingen betaald. Zeg maar voor gisteren. Maar ik heb het natuurlijk niet opgehaald. Want kijk, how was your experience? Ja, maar ik moet al... God. Die Dunkin' Donuts en die... Maar 2 dingen of? Ja, dus ontbijt niet, gelukkig. Oké. Ja, maar dat kon ook niet, want het was gisteren. Oh ja, ja. Nee, daar is het fout gegaan. Maar dat kun je dan het beste inderdaad nu doen, want nu is alles al vrij. Vegan sushi bar. Oh, dat is heel goor. Ja, dat is heel vies. We kregen van die quinoa sushi in plaats van rijst. Aardappelbox. Nou, was goed om te weten. We moeten onze eigen Tupperware dingen, bakjes en bekers meenemen. Dus dat heb ik gedaan. Waarschijnlijk omdat het gewoon in zo'n hotel is en je het allemaal kan pakken of zo, hoop ik. Oké, nou, we zijn ready voor de ontbijt. We gaan dus nu naar een hotel. Heb jij handschoenen bij je? Nee. Fuck. Okay, we zijn nu bij het hotel en je kan dus zelf... Allemaal dingen pakken. Oh, dan kunnen we meteen ook cadeau meenemen. Ja. Oh, hier allemaal broodjes en zo. Nou. Ja, wat leuk. We hebben dus onze eigen spullen mee. Kijk. Ik voel me helemaal soort van dat we stil moeten zijn. Ja. Ik zal ontbijthoek. Oké, nou, ik ben heel benieuwd. Zullen we sowieso even wat broodjes doen? Ja, ook wel weer een beetje goor. Ja, het ziet er een beetje gekkig uit. Godver, dit ziet er zo goor. Nee, maar en dat kippie. We kunnen thuis ook een tosti maken of zo. Met die kaas. Ja. En dan dit brood. Hij ligt er weer een soort van grasdombe. De kaas is helemaal aan het zweten. Oké, nou, we hebben het gehaald. Hier was het dus. Het is wel echt een heel simpel ontbijt. Ik zou echt boos zijn als dit mijn hotel ontbijt is. Maar goed, we gaan kijken of we wat van kunnen maken. Het is allemaal een beetje droog en oud, maar op zich is het wel goed. Want anders wordt het eten allemaal weggegooid. Ja, wil je gewoon een keer een cheap ontbijtje op zondag? Ga gewoon naar een hotel. Oké, ik ga jullie nu laten zien wat we hebben. Hier is Laila. Weet je wat ik zat te denken? We kunnen voor het avondeten ook een supermarkt doen en dan daarvan koken. Dat kan, ja. Schade van frisse nacht. We hebben wat brood. Plakjes. We gaan hier een soort tosti van maken. Met kaas en vork. We hebben dus bolletjes en eitjes. Maar die bolletjes moeten we misschien even opnieuw in de airfryer warm maken of zo. Ja, ik vraag me ook af hoe die eitjes eruit zien. En dan hebben we nog boter en een appel. Ja, vind jij 5 euro waard? Nou, laat ik het zo zeggen. Qua volume is het wel 5 euro waard. Ja. Maar het is niet dat ik nu een broodje zou bestellen met... Kaas. Nee, daar ja. Gewoon heel basic, maar... We gaan het gewoon lekker maken. Oké, we gaan nu hier de tosti van maken. We hebben die bolletjes even in de airfryer. Oké, we hebben het ontbijt. En de tosti. En we hebben hier wat dipjes voor op de broodjes. Nou, sterren diner of ontbijt of wat, whatever. Nou, prachtig ontbijt voor 5 euro. We hebben het ontbijt net opgegeten. Het was niet heel bijzonder, maar prima ontbijtje. En we gaan nu even lekker sporten. We zijn bij de lunch aangekomen. Het zit echt, daar is ons huis. Dus nou, let's go.
Nou, we zijn geweest. We hebben een jus de rand. Die hebben we opgedronken. Bijna helemaal. Ik ga jullie zo laten zien wat we nog meer hebben. Hey. We hebben net eens lekker gesport. Maar wij dachten, het was een soort lunchroom mediterrea. Cinnamon roll. Maar het ruikt een soort hartig. En dit is een lemon poffee roll of zo. Wel lekker. Ik wil het nu meteen proeven. Of gaan we het opwarmen? Ja, we gaan het opwarmen. Nee, ik ben niet duidelijk nog ongeduldig. Ja, het is niet echt een lunch. We hebben net ook gesport. Dus eigenlijk willen we wel echt een lekker broodje. Weet je wel, dachten we echt voor iets van een salade. Gewoon even. Maar ja, nu hebben we een vreten. Het is een lekker snackie, maar het is geen lunch. Kijk hoe mooi Saar die wimpers bij mij heeft op. Ik vind dit mooi. 5 euro. Was het 5? Ja. Ja, en we hebben dan nog chuderans. Waar zie je? Oh, die is wel heel lekker, vers geperst. Ja. Je verwacht gewoon even lekker een lekkere mediterraanse hap. Ja, dit was echt niet mediterraan. Er zit een rozijn in. Oh. Maakt wel echt naar cinnamon roll. Mm-hmm. Wel lekker hoor. Mm. Echt een goed idee om dat met rozijnen te doen. Nou, dat vind ik echt heel lekker. Tipje maken met verwarmen in de airfryer. En naar deze zijn wij heel benieuwd. Want hij heeft van die, weet je wel, lemon poppy cake. Dat is echt gewoon, ja. Hij is heel buttery. Ook de achterkant is heel buttery. Maar heel die airfryer is ook lekker buttery. Ja! God. Oké, okay, ja, die ga ik wel even nu verdienen. Maar dat binnenkantje is lekkerder, hè? Mmm. Ja. Mmm. Dat is nooit vergeten. Nee. Ik hou echt van die zaadjes. Dit is echt heel lekker. Nou ja. We zijn lekker gedoucht, een beetje opgefrist en zo. Want we hadden natuurlijk gesport. Na het sporten hadden we alleen die cinnamon rolls. Dus ja, we hebben echt super veel honger, want we hebben helemaal niets meer gegeten. Maar ja, we mogen alleen maar op de good to go leven. Het is nu 5 uur. En we gaan nu naar de Starbucks. Helaas krijg je daar geen Starbucks. Want ja, dat maken ze natuurlijk gewoon. Dat is niet hoeven. Ja, misschien is er wel een goede bui. Dat is waar, chuderans persen hoef je niet te geven. Misschien echt gewoon verse sinaasappels snijden en vers jus maken. Maar daarna gaan we naar de Dirk, de supermarkt. Dus dan gaan we waarschijnlijk daar iets van avondeten mee koken. En we gaan nog naar een slagerij, maar het is eigenlijk meer gewoon een Turkse supermarkt. Dus waarschijnlijk krijgen we daar groentes en zo. Dus ik hoop dat we dan bij de Dirk een beetje vlees en of vis of zo. En dan misschien kunnen we iets van rijst of pasta of zo maken. Dus eigenlijk is het wel goed dat we niet heel veel hebben gegeten, want er komt nog heel veel aan. Maar we hadden echt wel wat meer van die lunch verwacht. Nou, we gaan er vandoor. Vindt tot nu toe wel meevallen. Tegenvallen bedoel ik. Het eten is, wat denk ik, wat heb ik nou gegeten? Een zelf gewoon in elkaar geflanste tosti. En een cinnamon roll. Nou, we zijn in de Starbucks en we gaan nu ons kijk hoe mooi die lunch gaat brengen. Ja. We hebben hier de tas. Er zit een tosti in de muur. Saar zegt dat die echt niet normaal is. If you know, you know. De tosti's van Starbucks. Die is echt hot chocolate with a pretzel twist. Krijg maar nou weer. Ja, maar we mogen eigenlijk alleen maar to go to go. Ja, nee. We wilden zo graag een Starbucks halen. Oké, maar we gaan het thuis allemaal unboxen. Oh, een koekje. Ja, dat is wel het ding met de good to go. Je kan niet echt besluiten om gezond te gaan eten die dag. Want het is vooral brooding. Omdat ja. Dat kan natuurlijk niet lang dat overblijven. Dat is maar één dag. Ja. Dus het is vooral heel veel broodingen. Ja. Maar het is niet... We gaan nu naar de Dirk. En dan... Oh ja. Naar de slager. Oh ja, de Dirk is echt wel ver. Ja. We moeten helemaal weer naar Bosse Lommer nu. We zijn nu... prepare for the dits. I'm prepared. We zijn nu hier, zeg maar, bij het centrum. Nou, we zijn bij de Dirk. Helemaal weer in Bos en Lommer. Wat een tocht. Maar we gaan nu onze Tuku to go box ophalen. Let's go! Maar waar moet dat? Bij de servicebalie of zo? Ik denk het. Of niet hebben we nou. Ik ben hier nog nooit geweest. Ja, ik ben hier wel een keer geweest. Ik woon hier. Oké, we zijn terug van de tocht. Ik ga jullie nu laten zien wat we allemaal hebben. Oké, als eerst van de Starbucks. Weer een cinnamon roll. Die is zo lekker van de Starbucks. Ja. Oh my god. Dat moeten we in de oven doen. Koekje.
En een chocolade croissant. Ja. En die is fucking lekker. Maar wat zit daarin dan dat het zo lekker is? 5 cheese? Ja. Wow. Het is gewoon echt heel lekker. Gewoon echt heel cheesy is die. En dan hebben we een boterkoek. Die gaan we meenemen naar kantoor morgen. Heel veel wikkies. Ja, die mandarijnen ga ik weggooien. Maar dit vind ik heel vies. Oh ja, dat vind ik ook heel vies. Ardenner boterhamworst. Ja, ik hou daar sowieso niet van. Leila, dit ga ik gewoon als voor hondenvoer maken. Ja. Ja, die mandarijnen zien er ook echt niet smakelijk uit. Nou, die wikkie, dat houdt maar niet op. We hebben dus Chinese kool. Dus we gaan er iets mee wokken misschien. Of als een wrap gebruiken. Allemaal witlof. Die wikkie staat nergens op. Nee. Dan gaan we grillen, maar het is echt wel heel veel. Dat gaan we grillen waarschijnlijk. En broccoli. Kan ook in noedels. Of in, dat weet ik niet. Een appel, een ui. Ja, dit gaan we allebei nu even nemen. Ja. Een Actimel. Kijk, hoeveel wikkie. Dat gaat toch helemaal nergens over. Nou, wel gezond. Helaas geen vlees en vis of vis. Maar ja, we krijgen nog meer groenten. Hoe doe jij dat nou? Met je mond gewoon openmaken. Ja? Want ziekelijk. Hoezo? Ja. Ik heb mijn handen vol. Knap. Ik heb mijn handen vol. Oké. Nou. Let's go. Oh, deze is lekker, ja. Nou, we hebben toch een unboxing. We hebben 3 dingetjes erbij gehaald. Echt, best voor les. Laat het eens allemaal zien. Het staat in een andere taal, maar volgens mij is het gewoon babysla. Romaine sla. Dit vind ik heel interessant. En een soort is dus, broccoli zelfs. Dit is die, dat weet jouw broer wel, die kunnen van een ding in een ding in een... Ja. Zit dat en dan zit daar ja, in. Ja, ja. Spicy. Misschien kunnen jullie raden wat we gaan maken. Dit ja. Hebben we namelijk zelf erbij gehaald. Ja. Van, ja, maar ik kan niet alleen maar goed als avond eten nemen. Misschien kan iemand raden wat we dan... Dit willen we erbij. Maar goed, dit kunnen we erachter. Ja, wat is dit Chinese kool ook? Ik weet niet. Voelt wel lekker. Een soort oud omaatje huid. Oh ja. Dit gaan we meenemen naar kantoor, denk ik. Ja. Ja. Maar wacht dan. Dit is heel hard en dit ja. Is heel zacht. Dan is het gewoon op een verkeerde plek gelegen. Ja. Deze is wel echt klaar voor de... Nee, maar deze is ook te zacht. Maar dit, ja hier, dit kunnen wij denk ik niet. Artichok. Aubergines. Ja, dus dit wordt eigenlijk gewoon een beetje de curry, denk ik. Ja. Wordt een curry dus. Dit is dan paprika. Ja. Oh. Misschien kun je het grillen en dan door de curry doen. Dat is wel lekker, ja. Heel veel paprika ook. Ja. Is dit een bloedsinaasappel? Ja. Nou, en dit allemaal, nou. Helemaal prima. Nou, we gaan koken. Nou, we zijn lekker aan het koken. We hebben echt heel veel groenten. Heel veel groenten. Heel veel. En dit in de oven, de witlof. En we hebben hier nog aubergine. Hoe lang moet dat erin? Jij moet het zo even omdraaien. Oké. We hebben net de witlof in de oven gedaan met de kool. Dus die kool. Zo lekker. Ja. Ah! Wel echt heel zout. Ja. Helemaal niet veel zout gedaan. Nee, maar dit is heel zout ook, hè? Oh, Dit is niet normaal. Ah. Zo honger. Zo lekker. Ik kan dit gewoon letterlijk niet opeten. Ja. Maak je het met je witlof. Nou, we zijn klaar met koken. Het is nu half 8. Kijk, we hebben het eten. Ah, zo lekker. Echt heel erg benieuwd. Jongens, dit is toch niet normaal? Wat een maaltijd is dit, zeg. Nou, we gaan kijken. We hebben gegrilde aubergine of courgette. Kijk. Gegrilde aubergine, witlof en kool. Dan een curry, lekker een beetje koriander. Nou, helemaal top. We zijn klaar met eten. We zitten echt bom en bom vol. Maar we hebben natuurlijk wel nog de Starbucks. Dus misschien dat ik over een uur nog een cinnamon roll wil. Maar dat kijk ik nog even. En ja, wat vond jij er overal van? Het werkt met de dag, met de uren beter. Ja.
Het begon eigenlijk heel slecht. Ja, we hadden gewoon een heel slecht. Het was echt geen topontbijt. Nee. Ik zou het nooit meer in mijn leven hoeven. Nee, het was gewoon een, ja, het meest standaard ontbijt wat je in je leven kan hebben. Gewoon, gewoon nat kaas. Ik zou echt eten. Ja. Ik zou echt aanraden gewoon supermarkt. En vooral voor het groenteman. De groente, hoe noemen we dat? Ja, groenteboer. Dat inderdaad. En een hotel kan ook wat chill zijn. Want ik had ook dicht bij kantoor had ik ook een keer een... Toen kreeg je helemaal zo'n champignon-ei. Ja, misschien moet ik een ander hotel proberen. Ja, ik denk dat dit gewoon even niet zo'n goed hotel was. Dus ja, hotel een beetje kan chill zijn, maar... supermarkt is fucking chill, want alles uit de supermarkt kan je wel iets mee. Anders kan je iemand anders er blij mee maken, letterlijk. Ja, wij hebben allebei een vriend, dus ja, die kan je ook gewoon... Die gaat deze boterkoeken eten. En lekker de wikkies en weet ik het allemaal. Ja. En het avondeten was bizar, we hebben het nog nooit zo vergroend in één zitting gehad. Oké, Cecile en ik hadden toch nog zin in half cinnamon roll, dus die gaan we nog lekker eten. Die van de Starbucks. Ik ben benieuwd of deze anders is als die vanmiddag hadden. Ik denk die van vanmiddag wel lekkerder is. Want dat was echt van zo'n bakkerij. Maar let's try. Zo lekker. Dus ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet me zeker niet te supporten door een blauw duimpje omhoog achter te laten. Met het abonneren. Het volgen op Instagram en TikTok. Allebei Sarah Verwoerd. En dan zie ik jullie heel snel weer. Doei doei. I'll be on my way now.